Ik heb Maya Angelou zelf ontdekt vlak nadat ik mijn Surinaamse vader ontmoette op mijn 28ste. Doordat ik mijn Surinaamse vader ontmoette, werd ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven geïnteresseerd in het verhaal van mijn zwarte voorouders. En vlak nadat ik mijn vader ontmoette, was ik in Nijmegen op een boekenmarkt. En daar lag dit boek, Een lange reis naar huis. En er stond een zwarte vrouw op de voorkant. En dat is eigenlijk de enige reden dat ik dat boek toen gekocht heb. Het is een prachtig boek. Het bleek een van de 7 delen uit Maya Angelou's autobiografie. En in die 7 boeken vertelt ze over haar fantastische, bijzondere, bizarre leven. Maya was schrijfster, dichter, maar ze was ook danser. Ze is opgegroeid in het zuiden van de Verenigde Staten, bij haar oma. Ze is misbruikt op jonge leeftijd. Daarna heeft ze een jaar lang niet gesproken. Uiteindelijk vond ze haar stem weer terug door boeken. Ze was ook de allereerste vrouwelijke zwarte buschauffeur. Even kijken, wat heeft ze nog meer gedaan? Ze heeft in Ghana gewoond. En ze heeft dus uiteindelijk al die boeken geschreven en gedichten. Ze heeft de hele wereld over gereisd. En wat ik zo fantastisch vind aan Maya's boeken, is dat ze eigenlijk... ze geven toverformules voor hoe je zelf een Maya Angelou kunt worden. En ik heb een aantal van die toverformules in mijn eigen leven gebruikt. En ze werken. Dat vind ik zo mooi aan Maya Angelou. Zij is ook een van de mensen die mij groter heeft gemaakt.